drinken. Ja, ik dacht. Even de pauze. Ja, natuurlijk. Oh, dat ook, ja. Sander, een eer. Ja. Nederlands kampioen, dubbel. Samen met Middelkoop dit jaar Nederlands kampioen geworden. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, Matwee en ik die kennen elkaar heel erg goed. Wij trainen samen bij onze trainer, Gerard van Hellemond. Oh ja. Ja, we hebben al redelijk vaak samen gespeeld. Vorig jaar ook op Wimbledon samen. En ja, hij is al een paar keer Nederlands kampioen geworden. Ik nog niet. Pak de tweede, pak een halve finale. Er tegenaan. Ja, dus ik wil heel graag die titel hebben. Ja. En dit jaar is het eindelijk gelukt. Geweldig. Ja. Top. Sander, hoe is het bij jou begonnen? Ligt jouw roots in de tennis? Ik denk een jaar of vier. Dat ik een jaar of vier, vijf was. Mijn vader had een tennisschool. Die werkte op de Bonte Koe in Leeuwarden, waar ik vandaan kom. Ja, ja. Dus mijn moeder was kapper en allebei succesvol eigen ondernemer. En ja, eigenlijk door hun inzet, mijn zus heeft nog een aardig balletje geslagen. Ook. Ja, ben ik eigenlijk gaan tennissen. En in de jeugd ging het op zich vrij goed, tot mijn 12, tot mijn 14. Daarna toch een tijdje gestopt met jeugdtennis. En vervolgens studie op VWO afgemaakt, studie opgepakt. Op een gegeven moment ging de studie, ik woon in het centrum in Groningen, ging net even wat minder. Ja. En toen hebben mijn ouders eigenlijk gezegd van ja, wat vind je nou echt leuk? En ik heb gezegd tennis. Ja. En op mijn 1-22ste ben ik begonnen en kijk waar we nu zijn. Zo. En nu ben je hoe oud? 27. Oké, okay, dus een mooie leeftijd voor de dubbel volgens mij. Ja. Nou ja, goed, tennissers worden steeds fysiek, worden steeds sterker. En naar Federer, zo'n fiets. Ja, 6-37. Ja. En dubbelaars gaan nu, zijn dubbelaars, Leander Paas, 45. Wat is je programma? Hoe ziet jouw jaar eruit? Hoe plan je dat? Ja, nou goed, allereerst privé. Ik heb een fantastische vriendin, die woont in Leuven tegenwoordig. Niet onbelangrijk, Leuven? Ja, ja. Wacht even, Leeuwarden, ben jij? Ja. Leuven? Ja. En ik zie altijd trainen in Sas zijn. Ja. En in de zomer Den Haag zelfs. Dus geografisch niet helemaal de handigste Nee, weg. Dat is een uitdaging. Oké, maar ga door. Ik onderbreek je. Je vriendin. Ja, dat is een uitdaging. Maar goed, ik denk, als je waar naar wil is een weg. Ja. Dus, en het blijft natuurlijk Nederland-België, dus het is te doen. Ja. En daarna speel ik een jaar of 30 in het buitenland. Eigenlijk over de hele wereld. Ja. Als ik de keuze heb om in Europa te spelen, speel ik vaak in Europa. Ja. Maar zoals vorig jaar, bijvoorbeeld een Grand Slam, het hoogst haalbare, US Open. Ja, dan moet je naar Amerika, ATP in Sao Paulo, dan moet je naar Brazilië. Volgende maand waarschijnlijk gaan we twee weken naar China, Taiwan-China. Geweldig. Ja. Ja, heel leuk. Ik vind reizen ontzettend leuk. Ja. Aan de andere kant, kijk, de tennisbaan is natuurlijk waar de passie ligt. Ja, en het reizen, dat hoort er gewoon bij. Ja, duidelijk. En wat voor titels heb je gehaald? Hoe gaat dat nu met winnen en verliezen? Ja, hoe gaat het met winnen en verliezen? Nou ja, in een toernooi, er kan maar één winnen. Ja, oké. Okay. Dus je verliest vaker dan dat je wint. Helaas. Helaas. Maar qua titels, ja, Nederlands kampioen was een hele mooie. Ik heb heel veel verschillende challenges gewonnen. Dat is het niveau onder de ATP's. Oké. Okay. Waar ik ontzettend blij mee ben. Ik heb twee keer een ATP-finale gestaan. In Bastad. Oké. Okay. En de tweede was in Antalya, in Turkije. Ja. En beide finales met Matwee, Middelkoop. Dus, ja, wat goed, man. Ja. En daarnaast Wimbledon vorig jaar, nu twee keer gespeeld. Vorig jaar voor het eerste rondje gewonnen. Man. We werken eigenlijk stap voor stap, het is een proces. Ja. We werken stap voor stap naartoe om uiteindelijk, hopelijk, ooit met die beker omhoog te mogen staan. Hou je van koken? Ja, dat is een goede vraag. Ik hou vooral van eten. Koken zelf, ja, weet je, ik ben dan een Fries, hè? Ja. Een Leeuwarder. Leeuwarden. Dus aardappels, vlees en groenten is bij mij met een lekker suutje met het paplepel ingegoten. Ja, ja. Daar houdt het ook wel een beetje mee op eigenlijk. Ja. Dan gaan we nu heel wat anders doen zo meteen. Ja, hartstikke leuk. We gaan samen naar Hotel De Dellen. En Vinkeles is het restaurant. Sterren, Michelinsterren restaurant. Ze staan daar op jou te wachten. En met mij ook gelukkig. Ja. Dus ga je mee? Ja, eens kijken of ik daar wel kan winnen. Top, man. Hey, bedankt voor het lesje wat je me geleerd hebt. Want het is wel 6-1 geworden. Ja, hartstikke leuk. Top. Toch leuk.